feel it? Okay, that's just great. Yeah, you just sort of excited. Ben je klaar voor de aflevering over de beste dimsum van Amsterdam? Beste dimsum van Amsterdam. Ja, zeker weten. Ik heb ook zin in dimsum. Ik heb gisteren goed gedronken. Dus ik heb echt gewoon zin in lekker gestoomde hapjes. Alleen Chong zei, in Rotterdam is het beter. Ik ken het nog niet. Nu naar Rotterdam fietsen en daar overal dimsum gaan eten. Ik heb misschien even wat contact met Chong gehad. Echt? Ik denk dat het wel mogelijk is. Laten we dat doen dan. Dit is een fantastisch idee. Oké, let's go. Let's go. Fucking lange fietsrit, maar we zijn er eindelijk. Eerste restaurant, Grand Garden hier, dimsum restaurant. Ja, als Chong zegt dat het goed is, dan zal het wel goed zijn. Dus ik heb zoveel zin om te dimsum te doen. Fucking gek. Zo gaan? Let's go. Ja. Chong zit hier binnen op ons te wachten en Chong is een van de eigenaren van de foodhallen die we super aardig vinden. Want hij gaf ons altijd heel erg veel gratis biertjes daar. Hier in de lobby is het nog erg rustig, maar daarbinnen is het echt gekkenhuis. We gaan het meemaken. Zullen we hem opzoeken? Ja, Nou guys, welkom in Rotterdam ten eerste. Dankjewel. We zijn hier omdat dit gewoon een van mijn favo dimsum tenten is in Rotterdam. Het eten is hier gewoon supergoed. Je kan hier relaxed zitten. Mijn kids vinden het helemaal geweldig hier zo, dat is een goede graadmeter. Ja, het eten is gewoon goed. Dus we gaan zo even lekker wat dingen op tafel neerzetten. En dan gaan we eens eindelijk bewijzen waarom dimsum in Rotterdam beter is dan in Amsterdam. We kijken naar rij, man. Ik zou je bijna nu al geloven, want als je kijkt in de zaak, het is fucking woensdagmiddag, het is helemaal vol. Het zit hier gewoon 7 dagen per week, zit ik gewoon zo gevuld. Op vrijdag en zaterdag en zondag in het weekend zitten gewoon mensen hier buiten te wachten met nummertjes voor de tafel. Dat is echt gekke shit. Ja, nu heb ik nog meer honger. Zal ik even wat shit gaan bestellen? Een paar keer dimsum eten, dus je hebt niet zoveel besteld. Nee, ja, ik denk, doe gewoon een kleine selectie van de kaart. Ik heb wat, gewoon wat bekende dingen besteld die iedereen wel kent. Ik heb ook even wat gekke dingetjes besteld. Kippenklauwtjes gestoomd met zwarte bonensaus. We hebben flensjes voor eend. Eend, flensjes. We hebben eendentong, gefrituurd. Peper en zout. We hebben niet in je. Er zit nog een botje in, dus niet in één keer doorslikken. Dan kunnen we zo door naar de EHBO. Good to know. Speenvarken. Dus geroosterd. Van jonge biggetjes. Heel nice. Sojabonenvelrol gefrituurd met garnalen erin. En wat is dit? Er zit taro in. Oh, lekker. Nooit besteld bij de Baringboot? Nee. Jammer. Dimsum letterlijk betekent het aanstippen van het hart. Het is iets wat je gewoon met je familie doet, met je vrienden. Het is echt een sociale bezigheid. Het is niet alleen maar puur eten. In het Chinees zeggen ze yamcha. En dat betekent eigenlijk laten we thee gaan drinken. Oké. Okay. Zo noemen ze dat als ze gewoon dimsum. En ja, daarom drinken we er eigenlijk altijd gewoon thee bij. Super lekker gegeten. We gaan nu naar Marnix Benschop en Alex Won. Op de Westkruiskade.
Daar hebben we ook wat dimsum, maar dan wat experimenteler. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd. Best kruiskade, hé. Hallo, Kepo. Let's go. Ja, van de regisseur moeten we nog iets zeggen over Chong. Leuke gast of zo. Ah. Serieus, hoe lang doe je erover van de ene plek naar de andere plek te komen? Hoe dan? Ja, ja, we kwamen Matthijs tegen en toen moesten we allemaal fietsshots maken en zo. Oké, maar echt serieus, dit ziet eruit als een vrouwenbakkerij. Ja, het ziet er een beetje uit als een bakkerij, maar we zijn nu aangekomen bij het vriendje van me. Oké. Nixie en Lexie. Ze gaan next level dimsum gaan ze doen. Oké. Dus ik denk, dit moeten we ook even wel ervaren. Ik ben benieuwd. Let's go. Let's go. Te beginnen hebben we in het bandje zit de Chinese klassieker, de siumai. Siumai is een dumpling gemaakt van granalen en varken. Dat is een dumpling waarvan je de chef kan zien of hoe goed de chef is eigenlijk in Cantonese keuken. Dus iedereen moet deze in het assortiment hebben om te laten zien of wat zijn stijl eigenlijk is. De rechter hebben we gaan we weer naar een andere streek, is de Szechuan wonton. Szechuan, bekend om hun spiciness, hebben we toch een klein beetje genuanceerd. De stijl hoe zij dan zeg maar, hun wontons maken, alleen in plaats van hun gebruiken normaal een bloemdeeg, gebruiken wij wel de Cantonese wontonvellen. Eet smakelijk. Dankjewel. De scallion pancakes, ook bekend. Alleen we hebben het met een soort van een daslook uit onze eigen tuin hebben wij die gemaakt, met de bosui ook. En normaal gesproken doen ze in de Cantonese keuken doen ze een beetje als een pannenkoekbeslag, maar gieten. Wij hebben echt meer als een bladdeeg gemaakt. Eet smakelijk. Net als jij ben ik ook opgegroeid in een Chinees restaurant. En ik vind dat als je naar de gros van de mensen gaat en je vraagt, ja, we gaan naar de Chinees, hebben ze een bepaalde beeld van wat de Chinees nou eigenlijk is. Ja. En ik vind dat jammer, want het is een best wel een soort van negatief beeld. Ik had die bakkerij al en ik had deze ruimte had ik al. Alleen, ik wist niet, maar god niet hoe ik daar een restaurant van kon maken. Of hoe ik mijn droom kon verwerkelijken. En Marnix heeft natuurlijk in hele mooie zaken mogen werken in heel de wereld. En hij kan gewoon zo goed koken. En ik dacht van ja, wat nou als we samen proberen om in ieder geval dit imago te veranderen voor de Chinese keuken. En er is niks slechts aan, maar het is ook anders aan eten dan Chinees eten. En dat is hoe wij ertoe gekomen zijn om dit te doen. Na twee keer dumsummen met Chong is het even tijd om uit te buiken. Dat doen we hier in het Museumpark, vlak voor het Boijmans of achter het Boijmans, waar JP eigenlijk altijd een uurtje naartoe wil. Het Boijmans is fantastisch. Zoveel nieuwe exposities, zo gigantisch veel kunst dat ze zelfs links van het Boijmans een nieuw museum aan het bouwen zijn. Naast het Boijmans zit de kunsthal hier en nog een natuurmuseum waar ik niet zo heel erg vaak bij kom. Het is gewoon echt een fantastische plek. We zijn hier met Matthijs, want Matthijs is natuurlijk de Rotterdam City Guys. En we hebben Chong meegenomen omdat dat onze dimsum specialist is. Maar goed dat je erbij bent, ouwe. Dank je wel. Chong is nu de tafel aan het dekken, toch? Ja, ik heb de hele dag een regio staan. Dat mag gewoon een beetje nat worden, toch? Nee.
Shit. We moesten even schuilen voor de regen, maar we zijn er weer. Normaal neem ik deze gasten altijd mee naar de vetste plek in de stad. Maar voor Dimsum heb ik Chong nodig. Die zit al boven, toch? Zullen we gaan? Nkoi, ça peut être vital? We zijn op de derde en laatste spot van vandaag, Oriëntparel. De tafel is alweer voorgezet door Chong. Wat heb je eigenlijk allemaal besteld voor ons en waarom zijn we hier? Ja, we zijn hier omdat het het restaurant is van mijn oom. Moet hem ook even supporten. Nou ja, het is gewoon goed eten, man. Het is echt, echt een van de allerlekkerste dimsum toko's in Rotterdam ook. Ik heb gewoon wat dingen neergezet die ook... Die we vanmiddag niet hebben gegeten, maar hier weer even nieuwe dingetjes proeven. Eend met zeekwal, visballetjes met curry, tentakels van inktvis, noedel van rijstvel, gebakken rijstdeeg met daaromheen weer gestoomde rijstdeeg, garnalenballetjes met aan de buitenkant amandel, gefrituurd. Hier hebben we ook nog, wat is dit? Wat is het eigenlijk? Ja. Eigenlijk geven we de hele tijd Chong de credits, maar hij heeft eigenlijk zijn vrouw de hele tijd meegenomen om eigenlijk alles te laten bestellen. En dit is ook een van de weinige zaken waar je s'avonds dimsum kan eten, toch? Ja, zeker. Het zijn niet alle zaken in kan je eigenlijk heel de dag door dimsum eten, maar hier kan je tot sluit eigenlijk gewoon dimsum blijven eten. Sommige restaurants kiezen ervoor, omdat speciale dimsumchefs, die moeten dan op een gegeven moment... stoppen ze ermee en dan gaan ze gewoon naar huis. Maar hier hebben ze gewoon een dimsumchef staan die alles kan en die gewoon heel de dag door gewoon dit spul kan blijven maken. Het vergt wel gewoon wat kennis en kunde om bepaalde dingen te fixen. Ik bedoel, dit soort dingen, ja, niet iedereen kan dat maken. Ja. En dimsumchefs zijn ook een soort van schaars. Nou, JP heeft honger, dus we gaan eten. Het is super lekker. En je ziet hier een aantal biertjes staan, dus het is een klein beetje vals spelen. Maar als je op zondagochtend dit gaat doen, dan is het echt fantastisch tegen een kater. En zorg, tip 2, zorg dat je met een grote groep bent. Want dan kan je in ieder geval de hele tafel vol zetten. En dan zitten er altijd een aantal gerechten voor je tussen die echt super lekker zijn. Ja, de hele tafel staat wel echt super vol. Ik heb nog een tip. Deze thee. Oh, als je er heel lang overheen wrijft, dan komt er geest uit. maar ze zetten die gewoon voor je neer op tafel. Als je het dopje onderuit, kan je een nieuwe brengen. Dus eigenlijk heb je nooit dorst. als je gaat dimsummen. Tip 4. Mocht je nou super slecht zijn met stokjes, dan kun je gewoon met je stokje zo in de dimsum prikken. En dan heb je hem alsnog. Tip 5 is, als je nou denkt van, hey, dimsum, wat moet ik nou eigenlijk bestellen? Waar moet ik nu heen? In Amsterdam of in Rotterdam? Stuur gewoon even een berichtje naar City Guys of naar Chong. Of eigenlijk de vrouw van Chong. Cheers. Ik denk dat dit goed is. Kan ik deze foto gebruiken op Tinder? Is goed, JP. Is goed. We hebben dus de hele dag dimsum gegeten in Rotterdam. En volgens mij heeft Chong wel bewezen dat het echt beter is om in Rotterdam dimsum te eten dan in Amsterdam. Heb je daar nog iets aan toe te voegen, Chong? Nou ja, super vet dat jullie zijn gekomen. Ik hoop in ieder geval dat je genoeg gegeten hebt.
Dat is wel goed gekomen. Oké, okay, top. Nou ja, ik vond het een superleuke dag. Thanks, man. En thanks voor het komen, jongens. Cool. Superveel gegeten, veel te veel, meer terug naar Amsterdam te fietsen. Dus we gaan lekker de trein halen. Matthijs, gozer. Thanks, man. Snel. Sowieso. Fucking chill. Wij gaan de trein halen. Pik. Later, gauw. Later, gozer. Mooiste station van Rotterdam. Later. Groetje.